Meneer de voorzitter, we zullen overgaan tot dat gedeelte van uitgegeven gronden in en rondom de inheemse dorpen in Para. We gaan starten met dorp Pikisar. Wat u in het roos ziet, donkerroos, betekent dat het een perceel ID heeft. Lichtroos is ingetekend. De ene grote daar is weer het gebied van LBB. En de drie kleine daar gronden die inmiddels al zijn vervallen. Voor de rest zijn er geen giftes in Pikisaron. De ene roos rechts is uitgegeven. Op 30 juli 2010 en het is 203 hectare groot. Al deze informatie, voorzitter, want die heb ik niet digitaal aan u gegeven, zal ik u in hardcopy geven. Biggie Poika, vraag dan nu naar van Biggie Poika. Wat ik ook wil aangeven is dat ik in een straal van 6 kilometer, al het uitgiftes van de in een straal van 6 kilometer in kaart heb laten, in kaart bracht. U ziet een heel kleine daar beneden, euro 14. Dat is op 21 januari 2019 uitgegeven. De documenten krijgt u oorzitter. Voor de rest zijn er geen enkele andere uiters in of rondom Biggie Poika. We gaan over naar dorp Witsanti. Witsanti, u moet niet kijken naar het grote gedeelte, de kleine uitgiftes daar. Het zijn mensen die daar zelf wonen, die de gronden daar hebben gekregen. Alle namen en wanneer ze het hebben gekregen, heb ik ook hier in het dossier. Ik ga nu naar kaart van Mata. En deze zijn uitgiftes van de jaren daarvoor. U ziet een vierkant blokje daar aan de onderkant. Dit is op 3 augustus 2010 uitgegeven. Is het zoveel hectare. Daar heb je daarnaast heb je twee uitgiftes. 2012 gegeven. Eentje 2005. En die ene daar reserveren, want het heeft nog geen perceel ID. De rest zijn er ook geen andere uitgiftes meer in dat gebied. Ik zal u ook de documenten geven. Kabenda dorp. Dat is laten we dan maar Bernard Dorp pakken. Bernard Dorp, u heeft zelf gezien dat Bernard Dorp helemaal ver is. De bewoners daar zelf hebben gedaan. En omdat ze ook daar wonen, ze willen rechtszekerheid. Ze hebben hun perdie en al die zaken. Dus daar is een uitgifte tussen, ik denk, 2010 en 2020 zijn de meeste uitgiftes van Bernard Dorp. Volgende. Kabenda dorp, no? Kabenda dorp.
is een beetje is lang. Er zijn heel veel plantages in de buurt. U ziet een kleine verkaveling daar. Daar is meer bekend als Owas. Daar heb je dan eigendomplantage. Zij hebben ook hun perceel ID's. Ook bewoners die daar wonen hebben ook hun beschikkingen gekregen. Dus vandaar ook bij sommige gedeelten daar roze ballet. De namen van de mensen die hebben gekregen, krijgt u ook. Dan vraag ik nu naar Kassipora. Kassipora heb je helemaal geen uitgiftes in de buurt. Wat u daar in het roze ziet is een eigendomplantage. Beide zijn eigendomplantages en de mensen hebben natuurlijk ID's. Dus geen enkele uitgiftes in de buurt van Kassipora. Pierre Kondre. Ook geen enkele uitgiftes. Buurt van Pierre Kondre aan de overkant ziet u een eigendomplantage. En dat is Planta Carolina. Verder hebben we Sapende. Geen enkele uitgiftes in de buurt. Tibiti. Ook geen enkele uitgiftes in de buurt. Redidoti. Zijn er ook geen enkele uitgiftes in de buurt. Wat is daar in het roze eigendomplantage? Kwamabo. Dan vraag ik Opoka. Klein en groot Powaka. Powaka is één van de inheemse dorp, of eerste inheemse dorp welke ingetekend in Michalis. En dat is dat lichtroze gedeelte in het midden. Dat is geheel Powaka. Een klein Powaka plus groot. Dus hun gebied is al afgebakend en ingetekend op Michalis. U ziet twee overlappingen met een plantage. Le Express, dat is eigendomplant RK-bisdom. Dat overlapt met Powaka. Dan heb je ook welgelegen, is ook een eigendomplant, overlap ook een beetje met Powaka. Daarnaast Hannover overlapt ook een beetje met Powaka, maar dat zijn alleen eigendomplantage en heeft dan eigenlijk bijna niks te bemoeien daarmee. De uitgiftes die gedaan zijn vanaf 2020 tot heden zijn aan de onderkant. Het gaat om 4 uitgiftes. Aan de rechterkant van u ziet een aantal uitgiftes. Mensen die para kennen, de parlementariërs, weten dat daar de weg naar Siparipa is en dat er heel veel grondjes daar zijn. Mensen planten daar en mensen die daar beschikkingen hebben. Maar zijn zaken een aantal jaren terug. Ik heb 4 nieuwe uitgiftes van vorig jaar aan de onderkant. Ja, dus dat is het wat betreft Powaka. Voor de rest, binnen hun gemarkeerde gebied zijn er geen uitgiftes. Daarbuiten wel, dat moeten we wel toegeven. Binnen hun gemarkeerde gebied van ongeveer 1000 hectare zijn er wel geen uitgiftes.
Dan willen we overgaan naar Hollandse Kamp Hasselen. Hollandse Kamp ligt ver van onze. Jap, moet ik toegeven dat er uitgiften zijn geweest. Momenteel zijn we bezig met de prijs van wanneer je gaat intrekken, kan je rechtszaken creëren. Inmiddels hebben heel veel van de mensen al prijzen gegeven. Die straat waar u daar ziet, dat is daar Biggie Crew toe. Ze waren er enkele aanvragen voor toeristische doelen. Ik had ze gehonoreerd zonder af te stemmen met dorpshoofd van Hollandse Kamp. En we zijn al momenteel bezig om de meesten al in te trekken. De mensen die al een perceel ID hebben, worden aangegeven om niet te aanvaarden. En ze hebben ook niet aanvaard. Dus hier zien dat ze wel ingetekend zijn, perceel ID wel uitgegeven, maar de beschikkingen zijn niet eruit gerold. Enkele beschikkingen die eruit zijn gerold, de meeste mensen hebben inmiddels prijzen gegeven en GLIS is verder bezig om dat test verder voor te zetten. Voor de rest zijn geen andere uitgiftes in of rondom Hollandse Kamp. We hebben wel een beetje issue met de luchthaven daar, maar we gaan kijken hoe we kunnen oplossen. Voorzitter, ik hoop dat ik met de informatie genoegzaam heb geïnformeerd. Nogmaals, voorzitter, wil ik aangeven dat de informatie van SBB toegankelijk is voor ieder. Je kan naar daar gaan, je kan vragen, je kan het ook via onze Gonini webportaal bezichten. Daarnaast ook wat ik net heb gepresenteerd, kan je ook doen zelf met je mobieltelefoon via MIGLIS online om te kijken. Het is ook toegankelijk voor ieder. Dus het is verifieerbaar. Voorzitter, het ministerie van GBB heeft de ondersteuning nodig van uw college. Vooral wanneer het gaat om het uitgeven van concessies of gronden dichtbij woon- of leengemeenschappen van inheemse en tribale volken. Echter zou het ministerie zich nog meer gesterkt voelen wanneer er wet en regelgeving voorhanden is, zodat zaken niet indruisen tegen de rechten van de gemeenschappen. GBB juicht daarom de behandeling van de wet collectieve rechten inheemse en tribale volken toe. Als departement, als regering, maar meer nog als samenleving zijn we erbij gebaat dat voldaan wordt aan internationale verdragen in belang van het inheemse en tribale volk. Ik dank u. Dank u.